En het Nationale Conferentie Dialoog en Verzoening met als thema Geef een stem aan stemlozen is vanmorgen gehouden in de congreszaal. Voorzitter Humphrey Jeru van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld opende het congres, waarna er door geestelijke leiders werd gebeden. Slachtoffers en nabestaanden van verschillende kanten van politiek geweld kwamen ook aan het woord. Het gaat om slachtoffers en nabestaanden van 25 februari 1980, 8 december 1982, Moyowana, Nationaal Leger, ex-Tucayanas, ex-Jungle Commando uit dorpen uit het oosten, Bronsweg, Pokigrong en Redidoti, militairen en ex-militairen. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken liet zich vertegenwoordiger door zijn onderdirecteur Inderpersat Baburam. In juni van dit jaar installeerde de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, de commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld met alle als belangrijkste taak om de stemmen van de slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld te laten horen door een ieder, inclusief de overheid. Hiermee is bevestigd dat ondanks het feit dat velen van ons is geraakt door het verleden, de regering wil werken aan de toekomst van vrede op basis van dialoog en verzoening en door eigen verhalen en ontmoetingen zoals deze. De regering is daarom het comité en de Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld zeer erkentelijk voor haar lokale en internationale inzet om een brug te slaan naar de rest van de samenleving in het kader van dialoog en verzoening tussen verschillende groepen in de samenleving, ten einde de nodige voorwaarden voor vrede te scheppen. Aldus Inder Baburam. Het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld heeft gisteren 8 december op verschillende plaatsen kransen gelegd. Ook werd het zogeheten pad van verzoening geopend. Scholieren mochten stenen voeten onthullen die leiden naar het monument van de Binnenlandse Oorlog aan de waterkant. Daarna werd er een plakkaat onthuld bij het pad van verzoening dat loopt naar het Fort Zeelandia. De plaats waar de 8 december moorden hebben plaatsgevonden. Op het plakkaat staat dat er elk jaar op 8 december om 5 uur 's middags vanaf dat punt een gedenkwandeling zal plaatsvinden naar het fort. Op de dag van nationale rouw in juni vindt de gedenkwandeling vanaf het Fort Zeelandia plaats naar het startpunt aan de waterkant. Duw Baburam en Gordon Raman, beide nabestaanden van 8 december slachtoffers, waren anderzijds niet blij dat ze geen kransen konden leggen op de plek waar hun broers zijn geëxecuteerd. Het blijkt dat er door een misverstand tussen de organisatie en de beheerder van het fort, waar het Surinaams Museum is ondergebracht, geen kransen gelegd konden worden. De kransen werden daarom voor de ingang van het Fort Zeelandia gelegd.